Als de betonindustrie een land zou zijn, dan zou het de derde vervuiler ter wereld zijn. Dus dan heb je China, Amerika, beton. De bouw is op dit moment de oorzaak van 40% van de CO2-uitstoot in Nederland. 50% van alle afval in Nederland komt van de bouw. En van de fossiele brandstoffen en grondstoffen gaat 40% naar de bouw. Bouwen met beton en staal is slecht voor het klimaat. De toekomst is biobased bouwen. Bouwen met hergroeibare, natuurlijke materialen, bijvoorbeeld met hout. Het bouwen met hout slaat CO2 op. Een boom die groeit door CO2 op te nemen. Dat heet fotosynthese, zo simpel is het. En die fotosynthese zorgt ervoor dat de CO2 in de plant of in de boom terechtkomt. Normaal valt die boom om en gaat die dood en gaat die rotten. En dan komt de CO2 weer vrij. En tegelijkertijd is het zo dat het bouwen met... Als je het materiaal langer gebruikt, als je het dus gebruikt om te bouwen, dan blijft die CO2 in het materiaal besloten liggen en gaat niet rotten en gaat niet branden. Dus daarmee heb je het opgeslagen en dat kun je het liefst zo lang mogelijk doen. Ja, want je moet je voorstellen, 1 kuub hout, dat is 1 bij 1 bij 1 meter, die compenseert het rijden van 6000 kilometer van 1 auto of 3 maanden uitstoot van een huishouden in een normale woning, zeg maar. 1 kuub hout maar, hè. Bouwen met hout is dus wel goed voor het klimaat, maar toch gebeurt het nog relatief weinig. Dat komt onder andere door 3 veelgehoorde vooroordelen. Het zou brandgevaarlijker, duurder en gehoriger zijn. Wat wij met massief hout bouwen, en dat zie je hier ook heel goed, het zijn plankjes die in verschillende richtingen verlijmd zijn, zorgt dat er eigenlijk voor dat als er een brand zou zijn in een woning, dan komt er een koollaagje op dat hout. En dat is eigenlijk de natuurlijke bescherming van een boom bij een bosbrand. Dus wat je vaak ziet, is dat je als je een bosbrand ziet, zie je van die stammen nog overeind staan. Die gaan ook weer uitlopen. En dat is eigenlijk de natuurlijke bescherming dus van een boom tegen brand. Nou, dit materiaal heeft dat ook. Dat betekent dus eigenlijk dat het een hele goede brandisolator is. 1 zo'n plaat hout is al 90 minuten brandwerend. En omdat wij modulair bouwen, heb je eigenlijk 2 van dat soort platen naast elkaar. En zit je over de 3 uur van brandwerendheid. Je kunt sneller bouwen, je kan lichter bouwen. Uiteindelijk kan je daardoor ook goedkoper bouwen, omdat het lichter materiaal is en omdat het sneller gaat. We weten eigenlijk allemaal dat de bouwtijd aan zich, als je die kan verkorten, dat scheelt enorm aan geld. Ja, en wat betreft de akoestiek, het is zo dat je met hout zeker extra aandacht moet hebben voor akoestiek. In ons geval bouwen we modulair en kunnen we dus heel goed die losse compartimenten, zeg maar, ook akoestisch ontkoppelen. En daardoor kunnen we ook heel erg goed voldoen aan alle eisen van het bouwbesluit en zelfs nog beter presteren dan dat op het gebied van akoestiek. De afgelopen jaren wordt er steeds meer met hout gebouwd, maar toch is het grootste gedeelte nog van beton en staal. De bouwwereld is langzamerhand heel erg gewend. Misschien al wel 100 jaar sinds het modernisme erin is gekomen. En bouw in beton en staal iedereen omarmd is, hè, met baksteen. Daar heeft men in geïnvesteerd. Hè. Dus dat is iets wat goed loopt. We weten hoe het moet doen, et cetera. Die omslag voor zo'n enorme industrie, die kost gewoon tijd. Om de grote jongens mee te krijgen, de grote bouwers, de grote ontwikkelaars, zullen we echt hele harde afspraken moeten maken, want dan gebeurt het pas.